waar wij over gepraat hebben is, wat was er nou vroeger? Was het nou vroeger beter? En vroeger was het natuurlijk niet beter. Vroeger, hokjes hebben we hier, hokjesgeest, veel hokjes. Duidelijkheid, absoluut. Hè? Beknelling, hokjesgeest, vast en zeker. Dat is eigenlijk wat we hier toch zien. Lagen, hè, een onderlaag en een toplaag, waar afspraken onderling gemaakt worden en de dingen top-down geregeld worden. Ja, smaller, dieper, monotoner, taliger. Er is verandering gaande. De media zorgen daar natuurlijk heel belangrijk voor. En die hokjesgeest is meer fluïde geworden. Hokjes maken kansloos. Misschien maakt die fluïde samenleving, we hebben het op een positieve manier bekeken, fluïde samenleving schept optimisme en kansen. In plaats van top-down, bottom-up, wat heb ik hier staan, changing tribes, zeker natuurlijk, die hokjes, dat stempel op, die stempels van de nieuwe tribes, de nieuwe geloven zouden we het eigenlijk ook kunnen noemen. Maar die zijn wat minder scherp. Vooral van top-down naar bottom-up en van piramides naar een wat veel plattere samenleving. En ja, dat vinden we eigenlijk wel lekker, want een aantal van ons heeft toch wel erg in dat hokje vastgezeten. Ja. Sessa. Dankjewel.